Elke morgen gaat op Schiphol de vlag van de KLM omhoog. Het is een eenvoudige handeling die echter meer dan gewone betekenis kreeg op de dag waarop de maatschappij 40 jaar bestond. Dit feit, waaraan cijfers op de machines overal ter wereld bekendheid gaven, werd in Den Haag, in de onmiddellijke nabijheid van het hoofdkantoor, officieel herdacht met de onthulling van een monument voor dokter Plesman. Mevrouw Plesman en haar kinderen en kleinkinderen, de huidige president-directeur ingenieur Ahler, directeur Dellaert van de luchthaven Schiphol, ministers, oud-ministers en kamerleden luisterden hier naar ingenieur Damme, die dokter Albert Plesman als volgt typeerde. Alles bij hem sprak van zijn durf en kracht, van zijn zelfvertrouwen, vastberadenheid en doorzettingsvermogen. Van de hand van de beeldhouwer Marie Andriessen is het monument dat onthuld werd door Albert Robert Plesman, een kleinzoon van de bouwer van de KLM. Het beeld toont dokter Plesman in zijn karakteristieke houding, het hoofd omhoog geheven, starend naar het luchtruim, dat, zoals hij altijd getuigde, de volkeren verbindt. Een oude, eenmotorige Fokker kwam als vertegenwoordiger van een ver, maar toch nog zo nabij verleden overvliegen. Met dit type toestel werd in 1924 de eerste vlucht naar Indië gemaakt. Beroemd in de geschiedenis van de KLM is ook de vlucht van de Pelikaan in 1933. Een razend enthousiaste menigte haalde toen op Schiphol Smirnov, Soer, Grosveld en Van Beukering als helden in. Gejuicht werd er op Schiphol ook toen in 1934 de Uiver terugkwam, die de London-Melbourne race had gewonnen. Het was een vlucht die de luchtvaart en de KLM populair maakte bij het Nederlandse volk. In datzelfde jaar zond de KLM voor het eerst ook een machine naar West-Indië. Bij het vertrek van de snip was directeur Plesman natuurlijk aanwezig. Plesman, de sterkste motor van de KLM, die ook na de oorlog met zijn stuwende kracht Nederland weer vooraan bracht in de wereldluchtvaart. Tot heden heeft de luchtvaart in zijn luchthavens, in zijn exploitatie van de luchtlijnen, naar buiten uitgedragen het idee van Holland onderneemt en Holland bouwt. Dr. Plesman, die op de laatste dag van 1953 stierf, heeft de reusachtige ontwikkeling van de maatschappij die hij 34 jaar lang geleid heeft voorzien. Elke 4,5 minuut stijgt nu ergens op de wereld een KLM-machine op. Iedere dag worden 3000 passagiers vervoerd. Nog maar 40 jaar geleden werd de basis gelegd voor een bedrijf dat nu leeft in het hart van elke Nederlander. To Glasgow, Denver en New York. En nu, bij het 40-jarig bestaan van de KLM, heeft men met grote dankbaarheid de man geëerd die 's werelds oudste luchtvaartmaatschappij groot heeft gemaakt. Dr. Albert Plesman.